Nou, we hebben met vrijwilligers samen hebben we mooie plantenbakken in elkaar gezet. We hebben vogelhuisjes in elkaar getimmerd. En er worden pannenkoeken gebakken door de Molenstichting voor de bewoners en voor de vrijwilligers. En dat hebben we onder de naam inderdaad En dan Doet hebben we dat voor elkaar gekregen. Bij Dr. Eekmanhof in Denenkamp hebben vrijwilligers onder de naam van NL Doet de handen uit de mouwen gestoken om de buurt er mooi uit te laten zien. Wat hebben ze allemaal gedaan? Twente FM nam een kijkje. Ja, we staan hier in Denenkamp, Dr. Eekmanhof. Ja. Achter je hangt het spandoek al. Ja, NL Doet. Wat is er vanochtend allemaal gebeurd bij jullie? We hebben met vrijwilligers samen hebben we mooie plantenbakken in elkaar gezet. We hebben vogelhuisjes in elkaar getimmerd. En er worden pannenkoeken gebakken door de Molenstichting voor de bewoners en voor de vrijwilligers. En dat hebben we onder de naam inderdaad En dan Doet hebben we dat voor elkaar gekregen. Ja, en daar zijn jullie vanochtend vroeg mee begonnen? Ja, we zijn om 9:30 begonnen. Eerst met koffie en cake natuurlijk. We moeten wel lekker blijven. En daarna zijn we eens begonnen met kijken hoe het allemaal in elkaar moet. En dat is gelukt. Ja, want hierachter zien we er al in staan. De bloemetjes staan er ook al in. Ja. Die hebben de inwoners hier zelf in elkaar gezet? Nee, de bewoners niet. We hebben dat met de vrijwilligers gedaan. De bewoners hebben wel gekeken. En sommige bewoners hebben bloemetjes uitgekozen die bij hun op het terras dan mogen komen te staan. En de bewoners zijn nu aan het genieten van de pannenkoeken. Ja, dus ze hebben zelf de bloemen uitgekozen. Ja. Hoe reageerden ze? Ja, mooi, vrolijk, voorjaar, dat is altijd goed. En, dus kiezen welke kleur het beste past, hè? Inderdaad, jullie hebben dus nu eigenlijk, ja, het is allemaal mooi versierd. Ja. De bloemen staande. Zijn er nog plannen? Wat mag hier nog meer gebeuren? Is er al iets van NL Doet van volgend jaar? Nou, we dachten van volgend jaar dat we misschien sowieso wel onderhoud aan de bakken dan. Ja. Dan mogen er weer nieuwe bloemen in en we hebben hier nog meer tuinbakken. Hierachter is ook nog een tuin. Dat we daar wat dingen kunnen opknappen, zodat we dan weer lekker de zomer in kunnen. En dat de mensen mooi buiten kunnen genieten. En hoeveel vrijwilligers helpen hier dan al mee? Vandaag hebben zich 3 vrijwilligers aangemeld via NL Doet. Er is één vaste vrijwilliger van ons, de tuinvrijwilliger was erbij aanwezig. En dan nog de dames van de Molenstichting. Ja, dus het is ook echt mogelijk om via de site van NL Doet hier dan aan te geven van we willen helpen. Ja, we zoeken altijd nog vaste vrijwilligers. Okay. Die zijn sowieso welkom, die kunnen zich aanmelden bij ons. Dat kan altijd. En dan kunnen we altijd kijken naar wat mensen leuk vinden om te doen. Ja. En dan misschien wandelen of wat. Of het hele jaar door eigenlijk. Het hele jaar door wandelen. Het komt eigenlijk op allerlei verschillende dingen neer. Ja. Kan altijd.